Goedendag, u kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaatsen.nl. Op de Weerkaart van Europa van vandaag zien we een sterk hoge drukgebied boven het zuidoosten van Europa liggen. Zorgt daar voor schitterend weer. Op de Egeese Zee, dat is de zee tussen Griekenland en Turkije in, daar waait het wel fors. Daar staat een windkracht 7 uit het noorden, die maakt het daar op de eilanden wat minder aangenaam. Maar als je daar niet zit, maar gewoon op het vasteland, dan heb je hoge temperaturen: 30 tot 35 graden. Ook in grote delen van Italië is schitterend weer. Volop zonneschijn. En dat geldt ook voor het westen van Spanje en Portugal. Daar is het ook heerlijk vakantieweer. In het binnenland komen wat meer wolken voor. En daar viel een lokale bui. Ook bij ons een enkel buitje vandaag. Dat heeft allemaal te maken met het lage drukgebied in de buurt van Schotland. Dat lage drukgebied trekt langzaam richting het zuiden van Noorwegen en lost bovendien op. En daarna komt het hoge drukgebied wat we hier nog bij Spanje zien liggen, langzaam onze kant op. dat zorgt na het weekend voor vrij weer. Ook nog een lage drukgebied helemaal op het westen van de kaart: dat is de tropische orkaan Crystal Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Die trekt geleidelijk naar IJsland. Dat is ongeveer deze route. En die zorgt ervoor dat het hoge drukgebied ook richting het noorden gaat bewegen. En daardoor krijgen we na het weekend vrij weer. In het weekend is het lage drukgebied bij Schotland nog de baas. Dat zien we ook als ik de boel in beweging zet. Het lage drukgebied bij Schotland trekt heel langzaam de Noordzee op. En de bijbehorende wolken en buien trekken morgen in de loop van de dag over het land. Morgen dus wisselvallig weer. Zeker niet zo fraai als vandaag of gisteren. Zondag komt de zon er wat vaker bij. Kan er ook nog een enkele bui vallen. En als we nog even naar het kaartje linksboven kijken, dan zien we dat Christobal inmiddels bij IJsland is aangekomen. Daar veel wind, maar bij ons ligt het hoge drukgebied dichterbij. En daardoor vanaf maandag dus beter weer. Trouwens, wel heel veel buien in het Alpengebied. Daar wordt het juist wat slechter weer. Maar ook die buien trekken langzaam weg. En dan wordt het ook in de Alpen volgende week weer fraaier. Maar we beginnen bij vanavond. Vanavond nog een lokaal buitje langs de oostgrens. Die trekt snel weg. En daarna kan er in de tweede helft van de avond, vooral in Noord-Holland en op de westelijke waddeneilanden eilanden weer een bui vallen. Die nadert vanaf de Noordzee. In de rest van het land droge omstandigheden en eerst nog enige tijd zon. Temperaturen halverwege de avond: 16 graden. Komende nacht breiden de bui zich iets verder over het noorden en westen van het land uit. Dieper in het binnenland blijft het nog droog en zijn er opklaringen. Minimaal liggen rond 13 graden, dus geen koude nacht. De wind blijft stevig uit het zuidwesten waaien. En ook morgen overdag hebben we lang een zuidwestenwind. Daarbij is het wisselend bewolkt, valt er van tijd tot tijd buigeregen. En die buigeregen trekt van noordwest naar zuidoost over het land. Dus in de eerste ochtenduren is het in het zuidoosten nog droog. Daar kan dan nog even de zon doorbreken. Smiddags ligt de meeste bewolking boven het oosten en zuiden van het land. Dan breekt vanuit het westen weer vaker de zon door. En dan draait de wind van zuidwest naar west. Temperaturen zijn enigszins aan de koele kant, 18 tot 20 graden. Zondag ook geen hoge temperaturen, 17 tot 19 graden. De atmosfeer wordt dan vooral op 5 kilometer ook flink kouder. Daardoor kunnen de buien samengaan met onweer en hagel. We zijn een flinke zonnige periode. Verwacht zondag meer zon dan morgen. Temperatuur dus wel een graadje naar beneden. Zondagavond trekken de buien weg en vanaf maandag gaan we dan profiteren van het hoogdrukgebied. Maandag en dinsdag een afwisseling van zon en een paar wolken, temperaturen 20 tot 22 graden. En later in de week gaat de temperatuur verder omhoog. Aan het einde van de week wordt het ongeveer 24 of 25 graden. Daarbij voorlopig droog weer. Ik wens u een heel prettig weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.